FC Molburg Oost tegen FC Antwerpen. Potje zaalvoetballen. We nemen de jongens van Malburg, halen we uit Malburg en we nodigen ze uit in onze Jas Jongerenwijk gebied in Eldeveld. Oké, okay, Eldeveld bushpakt dan makkelijk. We zijn sterk. We hebben elk toernooi gewonnen, jongen. Ja toch? Ja, we moeten gewoon winnen. Want deze boys komen hier om niet om te verliezen, toch? We geloven in elkaar en ja, we gaan er alles aan doen om te winnen. Vandaag zijn we hier met FC Molburg Oost en ze gaan hier iedereen in Eldeveld opeten. We zijn met trainer Matt. Opeten. Ik heb veel vertrouwen in mijn team. Goeie spelers. Ja, denk ik wel. Onze tactiek is gewoon lekker ballen, man. Met plezier en gaat vanzelf af. Deze jongens hebben mij uitgedacht gisteren, of eergisteren. En die deden alsof, ja, pff, jouw team, wat gaan die nou doen? Ik wil niet alleen winnen, ik wil ze eigenlijk een pak slaag geven. Schattige wedstrijd. Ik wil graag een steenpapier schaken tot de 1 en diegene heeft de bal. Yes, succes jongen. 2 keer 15 minuten. Het is wel dat Malburg goed op elkaar in is gespeeld. Ze kunnen verdedigen. Net had Jas even een uitbraak, maar je ziet dat zij daar niet door ze treffen. Ze blijven rustig in hun hoofdje. En dat is heel belangrijk voor het voetballen. Laten we het verder volgen. Go, 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 Colasso! Yannick! 1-0, Team Jas tegen Malburg. Maar nogmaals, wat ik net zei, je kan zien aan de jongens, ze maken zich geen zorgen, want ze weten dat ze nog tijd hebben. En blijven voetballen, en dat zijn winnaars. Door te dringen, want ze merken dat het nog 2 minuten is en dan is de eerste helft voorbij. En het staat echt al 4-1 voor Jas. Dus dat is spannend. En wil Malburg wat, dan moeten ze nu iets gaan doen. En tijd! Bij elkaar! Ja, 4-1 nog, eerste helft. We doen ons best, sowieso. En we doen het als team, man. Ja, gaat goed, hè? Zoals we zeiden. We gaan winnen. Hun hebben alleen maar gescoord op kant. Ja of nee? Elke keer dat ze hebben gescoord, was één iemand van ons achter of twee. En dan waren ze gewoon te snel. Wij zakken in, wij gaan gewoon reageren. Laten we maar spel maken. Wij stonden verdedigend slecht. We hebben nu een soort van tactiek. Gewoon compact staan. En wij gaan op de counters werken. Dat is wat we deden in de eerste helft. Malburg gaat nu vol om met een spinnende keeper te spelen. Daar creëer je een overtal mee. Ik denk dat het heel kort is, maar 5 minuten is meer dan genoeg. Yeah.
Het is gewoon voetbal, het is gewoon leuk. Emoties zonder 4-1 voor, 4-2, 4-3. Laatste 10, 20 seconden maken wij dankzij mij natuurlijk 4-4. Nu penalties. Heeft echt gescoord, dan is er weer een nieuwe nemen. Zie die rechterkruising? Die staat zond in een brand. Dat is voetbal, jongens. Dat is voetbal. Kijk. Jongens, Jos. Jullie kennen het waarschijnlijk al van Malburgen. Jouw opstelling voor succes. Structureel, iedere week zaalvoetbal. Het was voorheen alleen in Malburgen. Maar we hebben goed nieuws, want... We hebben het nu ook in dit gebied natuurlijk. We houden het hier bij Eldeveld. Het is natuurlijk voor degenen die uit Eldeveld komen. Uit Elde, de La West, de La Oost. Iedereen is welkom. En natuurlijk ook Schuitgraaf. Die vergeten we niet. Hoe kunnen we Schuitgraaf nou vergeten? Schuitgraaf, iedereen is welkom. Vanaf leeftijd op 15 jaar, dus 15 plus, dan zijn we hier te vinden van 8 tot half 10. Ik zeg, nodig iedereen uit, laat ze komen. Je hoeft niet de beste te zijn in voetbal. Het draait erom dat we met z'n allen plezier hebben. En natuurlijk hebben we ook een maatschappelijk vraagstuk erbij. Zeker. Dus het zal gewoon top zijn. Dus bij deze, voel je uitgenodigd, wees erbij en wij zien jou hier.